Kousjes! Dat is heel goed plan. Maar, de benoemde schouwzelders buiten Friesland. Ik doe het even gewoon in het heel was. Dat is een beetje te verstaan voor iedereen. Ik ken wel plat Fries. Dan snapt iedereen het niet. Ik wil hier graag voor hebben. De heer Jonge 100. Met vrouw. Met dochter. Ja. En schoonzoon. Deze mensen, die heb ik ontmoet 30, 35 jaar terug. Johan Hunders met dochter Corinna komen na de wedstrijd in Grauwe op zaterdagmiddag na de wedstrijd naast ons motorschipje liggen. De Lazina met een scootje in haar. Deze man vroeg heel tevreden en gezond in Fries. Zo weet je, mag mijn schouw hier vanavond al liggen, want morgen moeten wij weer zeilen. Ik zei, man, altijd. En er was een klein meisje, die was fokkerig. Die staat in hout, een volwaardige vrouw, gelukkig. En het is, zij was toen ongeveer denk ik een jaar of 12. Nou, niet ouder denk ik. 12, ja. Maar deze man en vrouw, die komen uit Laren. En dat doen ze al 30, 35 jaar. Kijk. Applaus. En doen wij weer mee aan deze wedstrijd. En dat doen wij, doen zij nog altijd. Maar de oude schouw werd vervangen voor een nieuwe. De oude was van of opa of vader, dat weet ik niet meer. Maar zij kochten de schouw van Hechel van der Bij, de nummer 8. Hoe kan het ook anders? Hechel van der Bij was een van de mannen die knapte de schouw op. En die heeft dus een stuk of 4-5 schouwen gehad. Die heb ik ontmoet. En daardoor ben ik dus schouwzelder geworden. Nou. Even herstellen. Neem een slokje. Lullig. Ja, als je de gele schouw ziet. Toen wij begonnen in Henkensteers waren zij de eerste die er aanwezig waren en nog altijd present. Als er hier gezeild wordt, zelfs de laatste 3-4 jaar zeilt hij mee. Toen hij gepensioneerd was, ja. Bij het jeugdzeil en leert hij dus de jeugdzeil in een schouw. Ja. De GWS-schouw. Niet vergeten, het is een cultureel gebeuren, want een culturele schouw van Friesland, dat valt onder de culturele schouw. Vroeger bracht een boer de melk mee naar de fabriek. En ze gingen ermee naar de kerk. En na de kerk de kroeg. Die daar dus wel. Maar hierdoor heb ik zeer veel waardering voor deze mensen die 30 jaar van hier, van Grauw, iedere keer naar Friesland kwamen met de GWS-show. En door ons, al de duur van asiel nog, wordt deze man beloond. En het lidmaatschap van. Weet het nog een keer. Verdiend. Verdiend! Zie je niet? Voorzichtig, hè?
Ik vind dat Johan ook nog even wat moet zeggen. Ja, dat doe ik zo. Dat doe je zo, hè. Je kan praten, brugman. Wie weet, wie weet. Nou. Ja, je hoeft het weer met twee jongens. Ja, nog meer. Heel hoor. In ieder geval, deze man heeft wat geluk van verdiend. En ik vergeet de vrouwen ook niet. De vrouwen die krijgen dus een mooie busbloemen. Wauw. Aangeboden door mijn vrouw. Oh. Die dus ook al die jaren erbij aanwezig is. En ons altijd gesteund heeft. Nou, dank je wel. Mag je wel zoenen nou, hè? Ja. Ja. Inderdaad wil ik iedereen bedanken, en met name het bestuur van Sielmocht om al een lid van verdiensten te zijn. Over de jaren zat ik ietsjes mis. Het is ongeveer 20 jaar, want Linda is even in de 30, dus als we dan 12 beginnen. Het komt allemaal heel toevallig dat we hier zijn. We hadden een oom in Akkum en die had zo'n bootje, die is ongelukt en de familie zei, is dat niks voor jullie? En het was ook in die tijd dat ik met Linda een vader-dochterdag had. En vader-dochterdag hield in dat we één keer per jaar, kijk, we zagen natuurlijk wel raar elke dag, maar één keer per jaar gingen vader en dochter op stap. En dat begint natuurlijk met samen naar het Dolfinarium. Maar als je dan 12 bent, dan weet je dat niet meer. Dus toen kwam dat bootje op onze weg en zodoende zijn we samen gaan zeilen. Linda is zelfs zo ver gegaan dat ze alle diploma's heeft gehaald, ze heeft CWO 1, 2 en 3. Die zou alles zo kunnen, maar ze stuurt nooit. Nee. Ik dat ik dat moet doen. En daar ben ik er ook wel weer trots op, dat ze ook vader nog wat nalaat. Nou, over de club, over de saamhorigheid, dat vind ik geweldig. Het is de moeite waard om van Laren naar hier te rijden, om zoveel gezelligheid en zoveel contacten te hebben. En daar wil ik u ook voor bedanken. Hè. Als ik eens wat heb, dan even dit met boven, dat met boven. 90% geeft hele goede antwoorden, sommige niet. 90% geeft hele goede antwoorden waar ik beter kan worden. En we zijn in de loop van de jaren ook wel beter geworden. Maar er zijn toch families die kunnen het nog meer. Ja. Wij blijven ermee doorgaan, zolang het gaat. En we vinden het erg leuk. En met name dit, hè, zoals de club dit allemaal organiseert, wat er allemaal is, geweldig. Dus iedereen, dankjewel. Hey.